Hoi, mijn naam is Jasper. Leuk dat je kijkt. Vandaag ga ik je uitleggen hoe je dit project het best kunt aanpakken, zodat jij de show kan stelen bij je vrienden en je familie in je eigen tuin. In een x-aantal stap ga ik je uitleggen hoe je deze buitenkeuken in elkaar kan zetten. Aan de slag! Voor dit project heb je de volgende materiaal nodig. Voor dit project heb je de volgende gereedschappen nodig. Een rolmaat om af te tekenen. Een blokhaak om alles netjes in verstek en 90 graden af te tekenen. Verschillende boormachines en akkertollen om netjes te boren. Verschillende bitjes. Een decoupeerzaag. Potloden. En een veiligheidsbril om je oog goed te beschermen. In de volgende stappen ga ik je laten zien hoe je dit project het beste kan aanpakken. De eerste stap is dat we de ladingsbalk op maat gaan maken. Mijn buitenkeuken wordt 2 meter, dus vandaar dat ik mijn balk op 200 cm afzagen. Maar je kan natuurlijk zelf kiezen hoe groot of hoe klein je buitenkeuken gaat maken. Nu gaan we tussenbalken maken. We hebben hiervan 8 nodig. Ik teken ze af op 47,5. Dit bepaalt de diepte van je keuken. Nu gaan we de 2 ladders met de gezaagde balken in elkaar zetten. Ik heb deze ladder alvast in elkaar gezet. Je moet goed rekening houden met de eerste en de laatste sport, zodat je goed de poten dadelijk eraan kan monteren. De andere 2 sporten moet je goed in het midden verdelen. In de laatste ruimte komt de barbecue. Kijk goed naar de afmeting van je barbecue en plaats daar de sporten goed voor uit elkaar. Nu ga ik mijn volgende ladder in elkaar zetten. Zo, deze is ook klaar. Nu gaan we verder met de poten. Je hebt er 6 van nodig. Ik heb mijn alvast gezaagd. Ik heb hem op 80 cm afgezaagd. En dat vind ik een fijne werkhoogte om te werken. Maar je kan natuurlijk zelf kiezen hoe hoog je hem wil maken. Maar vergeet 1 ding niet. Dat zijn de zwengwielen. Deze moet je nog bij je hoogte optellen. Nu gaan we de ladders op de poot vastmaken. Ik heb hier rekening gehouden met 4 cm. Omdat ik straks deze kant ga dichtmaken met Zweedse rabat. Zo, de 6 poten zitten erop. Het is nu tijd om de zwengwielen vast te maken. We hebben bijna alle zwengwielen vastgemaakt. Met de rem links achter en rechts achter. En nu gaan we nog de laatste vastmaken. Vergeet vooral niet goed voor te boren, zodat je houtdraaibaten goed erin kan draaien. Nu is het tijd om de buitenkeuken dicht te maken. Dit gaan wij doen met Zweeds rabat, maar je kan elk ander wensmateriaal gebruiken wat je zelf wilt. Het Zweeds rabat gaan we vastmaken op deze panlatten. Zoals je kan zien, zijn alle panlatten maat gemaakt, vastgemaakt op de poten. En het is nu tijd om het Zweeds rabat te gaan zagen en vast te maken op de panlatten. Zorg ervoor dat je de onderkant van je rabat aan de onderkant van je tafel houdt. We bouwen van onder naar bovenop. Alle zijkanten zijn nu bijna dicht. Het is nu tijd om de laatste plank erop te zetten. Het voordeel hiervan is dat je makkelijk kan aftekenen. Nu is het tijd om de bodem te maken. Dit gaan we doen van doeklasplanken. We gaan ze opmeten, aftekenen en zorg er goed voor dat je alle hoekjes van de panlatten eruit gaat zagen. Als straks de barbecue aanstaat, wil je wel lekker genieten van een kart biertje en die moet je ergens opzetten. Dus wij gaan een blad maken. Wij gaan het maken van doekasplanken en tuintegels. Maar je kan elk wensmateriaal gebruiken welke je zelf wilt. Nu hebben we de planken los opgeplaatst. Dit omdat we de kamade gaan plaatsen. We gaan hier dadelijk 2 balkjes zetten. Dit ter ondersteuning van de bovenste planken, zodat we mooi hem af kunnen tekenen in mijn rond. Zojuist heb ik de diameter opgemeten van mijn Kamado. Die is 75.
Ik heb precies hard uitgemeten en een latje gemaakt op 35, zodat ik hem precies helemaal rond kan trekken en precies een mooi gat krijg voor mijn Kamado. Zoals jullie nu kunnen zien, heb ik dit stuk al uitgezaagd voor de Kamado. Ik moet eigenlijk nog deze stukken zagen, maar dat komt later. Ik ga nu eerst een stuk voor de tegels doen. De tegel die komt recht tegenover de Kamado, zoals je hier kan zien. Hier komt de tussenruimte. En als laatste gaan we deze uitmeten, zodat je hem precies mooi kan verdelen. Zo, de tegels zitten erin. We kunnen nu het hout vastzetten. En als laatste stap, de barbecue. Zo, de Kamado zit erin. Nu kan je nog kiezen om het hout te lakken of te bijten voor optimaal onderhoud van het hout. Maar voor nu eerst, hup, grillen maar! Kamataya, yippie, yippie.